Deze beschouwing, die gaat over iets wat ik net zag vandaag van de paus. De paus heeft gezegd dat 14 mei 2020, dat is volgend jaar, over een maand of 8, dan is het de dag van de educatie van de jongere mens. En het doel van die dag is om om de verdeeldheid onder de mensen op te heffen en de mensen één te maken. Hij heeft een hele brief voorgelezen. En in 2015 heeft hij al een encycliek de wereld doen zien. Het daglicht doen zien. Hij heet iets van Laudato Si of zo. En daar borduurt het op voort. Gooi maar in mijn pet. Ja. Ik vind het wel goed om mensen te vertellen wat er gaande is, gaande was. En dat mensen daarmee ook een beeld kunnen krijgen van wat er mogelijk gaat gebeuren. Dat is een mooi spreekwoord en dat zegt: hij die de geschiedenis niet kent, is gedwongen hem te herhalen. En de Amerikanen hebben daar een leuk vervolg op geschreven en gezegd: hij die de geschiedenis wel kent, is gedwongen om tandenknarsend toe te zien hoe de rest van de wereld hem herhaalt. Je kan maar beter niks weten. Nee, je moet de geschiedenis kennen. En vandaag zag ik, als het dan gaat over die educatie waar de paus het over heeft, dan kan je me zeggen van nou, dan moeten we mee wachten tot het 14 mei 2020 is, want dan mag het pas van de paus. Maar voor mij mag het nu al. Op ieder moment. En nu ik het er toch over heb, even kort reclame voor mijn eigen YouTube-kanaal. Daar staat een hele hoop educatie op. Ja. Je wordt daar goed geïnformeerd over deze of gene zaak. Kijk maar eens in de rondte. Als je naar video's gaat, dan zie je de laatste video's die ik geüpload heb. En dan kan je aan de titel zien waar het om gaat. En als je onder het kopje playlists gaat kijken, dan zie je de playlists die ik aangemaakt heb. En behalve de playlist humor, want daar leer je helemaal niks van. Daar wil je alleen maar om lachen. Maar al die anderen zijn informatief. Dus steek je weer wat van op. En ik vind het leuk als je dan toch aan het kijken bent. En je hebt even niks te doen tijdens het kijken, omdat je niet achterover ligt, omdat je vlak bij je toetsenbord zit. Dat je even een likeje doet. Dat vind ik echt erg leuk. Gewoon een duimpje omhoog. Geef de burger weer moed. En sharen vind ik ook erg leuk. En abonneren, maar dat ben je denk ik al. Maar ben je het niet, dan, nou, je hoeft het niet per se hoor. Maar ik vind het wel leuk natuurlijk. Het allerleukste vind ik dat er naar geluisterd wordt en ja, geliked wordt, dat vind ik leuk. En reageren vind ik ook erg leuk. Wel reageren op een manier waar ik wat mee kan. Ik heb ook van die scheldkanonades over me heen gehad. En dan gaat iemand die in een half uur tijd op 5 verschillende filmpjes van mij zit te reageren in de trant van: wat ben jij een oetlul en doe je altijd zo dom. Kijk, daar kan ik niet zoveel mee. En ik vraag me ook af hoe je zo snel op zo'n oordeel kan uitkomen binnen een half uur op 5 filmpjes. Een beetje framed. Maar gewoon een reactie vind ik superleuk. En een vraag vind ik helemaal leuk. Want dan, kan ik het ergens over gaan hebben de volgende keer. Heb ik ook gedaan hoor. Elke keer dat ik een concrete vraag kreeg, heb ik netjes een videootje erover gemaakt. Een mp4'tje. Ja. Het is niet echt een video natuurlijk. Nee, educatie dan. Hè? Als je mij nog zou vragen, dan in dit kader van de paus, en die vindt dat we allemaal zo verdeeld zijn, en er moet een eenheid komen. En daarvoor moeten mensen opgeleid worden. Moeten onderwijs krijgen. Ik zou stilstaan bij de geschiedenis van de mensheid en de rol die het Vaticaan en sinds de 16e eeuw de Jezuïeten, dat is een tak binnen het Vaticaan, wat die twee partijen hebben gespeeld. Waarbij het Vaticaan, dat is dan de grote club, zeg maar. En dan binnen het Vaticaan die Jezuïeten. Dat is heel bijzonder. Ik vroeg een keer aan een vrijmetselaar. Dan zal je zeggen, well, Perry, ken jij vrijmetselaars? Ja, die ken ik. Niet persoonlijk of zo. Maar ik heb hem een paar keer, die man dan, waar ik het over heb. Hij dronk graag gin tonic. En ik heb hem toch 2 keer getrakteerd op een gin tonic. En zo'n drankje is niet goedkoop. Ik heb nooit wat terug gehad. Maar dat zegt er niks over, want ik kom sinds een hele tijd niet meer in de kroeg. En hij misschien wel. En dan zat hij met een hele dikke portemonnee te wachten op mijn vrolijke gezicht. Om mij terug te betalen. In de vorm van een glaasje rode wijn. Ja, ik drink van die arme luisrotzooi. Ik dronk van die arme luisrotzooi. Want ik drink niet meer. Anyway, ik vroeg aan die vrijmetselaar. Want ik had hem verteld dat ik christen was. En dan moest hij lachen. En hij deed toen een stuk van zijn overhemd omhoog. En daaronder zat zo'n riem om zijn broek. Zo'n broeksriem. Met een gesp. En die gesp, dat was dan de beroemde G met een passer en een winkelhaak. Ik zei, oh, is dat een echte? Ja, zei hij, dit is een echte. Ik ben er een. Nou, maakt mij niet uit hoor. In diezelfde tent, daar komt ook een jongen en die gaat eens in de maand naar de Satanskerk in Amsterdam. Ja, dat moet hij weten. Dat soort dingen zeggen maar niks van. Het is voor mij duidelijk dat die mensen nog niet gevonden zijn door dat wat mij wel gevonden heeft. Ja. Maar de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Dus wat zou ik mij druk maken? Ja. Anyway, die vrijmetselaar, die vroeg ik zo even om te kijken hoe diep het water was. Hè? Ik zeg, wat is volgens jou, of ik vroeg, wat is volgens jou de oudste, machtigste en rijkste organisatie van deze wereld? Nou, dat wist hij in één keer te zeggen. Met een grote glimlach zei hij, het Vaticaan. En zo is het ook. Het Vaticaan, dat doet zich voor als een bijbelgelovende christelijke organisatie. Maar dat is het niet. Want ze hebben aan de ene kant gebruiken ze de Bijbel. En aan de andere kant hebben ze een historie waarin ze het in het bezit hebben van de Bijbel met vuur en zwaard hebben bestreden. Nou, dat kan toch de bedoeling niet zijn geweest van een organisatie als die organisatie een bijbelgelovende christelijke organisatie was geweest. Want een dergelijke organisatie die zal het alleen maar toejuichen dat mensen in het bezit zijn van een Bijbel en die Bijbel ook zelf gaan begrijpen. Want het gaat je dan om het woord van God en het gaat je niet om het verzamelen van aardse schatten. Waar het bij de katholieke kerk wel degelijk om ging. Want die vonden het geweldig dat alleen hun eigen medewerkers, die waren in het bezit van de Bijbel. En dan was er een Bijbel in het Latijn. En het volk had geen kennis van Latijn. En had dus ook dat boek niet nodig. En toen later dan, door mensen als Tyndale en Luther en Erasmus en noem er nog eens een paar. Volgens mij ook Hus. Toen er geschriften, stukjes van de Bijbel in de volkstaal op de markt kwamen. Nou, degenen die geschriften in het bezit hadden, die werden vervolgd. Daar was de katholieke kerk helemaal niet blij mee. Nou, dat is volgens mij voldoende aanwijzing om jou ervan te overtuigen dat de katholieke kerk niets te maken heeft met bijbelvolgende christelijke toestanden. Maar het omgekeerde is. Vandaar ook dat... Nou, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Ook wordt er in de Bijbel gesproken over het begrip antichrist. En dan wordt er gezegd dat de antichrist zich bedient van bepaalde kleuren. Te weten paars, of ja, paars en scharlaken. Purple en scarlet. Nou, en als jij kijkt naar de kledij van pauselijke medewerkers, dan zie je die twee kleuren. En ook de getallen 7 en 10. Die komen er ook in terug. In de beschrijving van de antichristen, volgens de Bijbel dan. Hè? En die twee getallen kom je ook terug tegen bij de katholieke kerk. Nou, tel daarbij die schandalen die zich hebben afgespeeld in het Vaticaan met orgieën, regelrechte sekspartijen. Nou, dat is dus natuurlijk totaal niet te rijmen met de inhoud van de Bijbel. Helemaal niet. Punt. En het is toch bijzonder dat de organisatie, de oudste, machtigste en rijkste organisatie van de wereld, dat die zich voordoet als een bijbelvolgende christelijke toestand en dat helemaal niet is. Dat is toch opmerkelijk? En daar mag de paus bij stilstaan. Dat mag de paus, dat zal hij nooit doen. De paus wil ons graag doen blijven geloven dat het Vaticaan een bijbelvolgende christelijke kerk is. En dat het Vaticaan ook de hoofdkerk is van alle kerken. Buiten het Vaticaan is er geen zusterkerk. Wil jij hem af? Het Vaticaan is de kerk der kerken. En de paus is de koning der koningen. Maar naar het woord is dat niet zo. En het woord is dan de inhoud van de Bijbel. De paus heeft zichzelf uitgeroepen tot vicarius Christus. Dat betekent de plaatsvervanger van Jezus. Ja, waar staat dat in de Bijbel? Het enige wat je kan zeggen is dat Christus op een dag tegen Petrus heeft gezegd: van op jou, Petrus, bouw ik mijn kerk. En dan zeggen die pausen dus van ja, maar wij zijn allemaal afstammelingen van Petrus. Ja, dat kan iedereen wel beweren. Maar waar blijkt dat uit? En dingen zoals het vagevuur. Dus als je sterft, dan kom je niet in de hemel of de hel terecht, zoals Christus heeft gezegd. Nee, dan komen we in het vagevuur. En als de nabestaanden voldoende geld op tafel leggen, dan stomen we door naar de hemel. En anders naar de hel. Het is helemaal een kwestie van geld geworden. Ja, maar dat heeft Jezus nooit gezegd. Gaat er weg. En dan kan je zeggen van ja, dat doet de paus niet meer. Ja, maar dat deed hij wel. En heeft hij daar zijn excuses voor aangeboden? En op zijn minst al het geld wat het volk aan hem betaald heeft, met rente terugstortte AUB. Naar Terra des Hommes. Of een andere liefdadigheidsorganisatie die niet van de paus is. Red het periwinkelfonds. Red de periwinkels van deze wereld. Geef dat geld dan maar aan mij. Maar dat doet de paus niet, hè. Nee, die houdt die centen lekker in zijn eigen zak. En dan waar de jonge mensen ook in opgeleid moeten worden, geëduceerd moeten worden, als de rol van de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wauw. Adolf Hitler stond onder directe controle van Pius XII, hoor. Nou, direct, indirect. Dat ging via Frans van Papen. En dat was dan een werknemer van de paus. En dat gold ook voor Jozef Stalin. Die stond niet onder Frans van Papen, maar die stond ook onder controle van een medewerker van de paus. En datzelfde gold ook voor Winston Churchill en Roosevelt. Dus die vier heren van de Tweede Wereldoorlog, dus Adolf Hitler, Jozef Stalin, Winston Churchill en, was het ook weer, FDR, Frederick Delano, zo, Roosevelt. Alle vier stonden ze onder het bestuur van de paus. Kijk, dat is educatie. Dat wordt op de scholen niet vertaald. En als je dit gaat vertellen, dit duidelijk gaat maken, dan creëer je een eenheid onder de mensen. Dat ben ik helemaal met paus Franciscus, de huidige paus, die dat heeft gezegd. Van 14 mei 2020, daar gaan we de jeugd allemaal dingen gaan vertellen. Gaan we ze educatie geven. En dat zal de mensheid verenigen. Ik ben het er helemaal mee eens. Dit moet je de jeugd vertellen. En wij zien dingen gebeuren in deze wereld. En van links gebeurt er dit en rechts gebeurt er dat. En achter ons gebeurt er zus en rechts achter ons gebeurt er zo. En we denken, waar zijn we toch midden in beland? Maar als wij zien dat het allemaal aangeslingerd wordt door meneer de paus, dan wordt het plaatje duidelijk. Want dat komt er van de paus. Dan komt het van de antichrist. En dan weten wij dat het antwoord ligt in de Christ. Het is een kwestie van logica. En in Christus zullen wij verenigd worden. Want Christus accepteert geen verdeeldheid. Een hele mooie van Jezus vind ik dat hij enerzijds zegt hij als iemand berouw toont over wat hij jou heeft aangedaan, dan moet je hem altijd vergeven. En ook als hij daarna weer de fout ingaat, moet je hem weer vergeven. En als hij daarna weer de fout ingaat, dan moet je hem weer vergeven. Je moet hem 70 keer 7 keer vergeven. Dus 490 keer moet je hem vergeven. Waarmee die bedoelt oneindig vaak. En in het gebed, het voorbeeldgebed, wat hij gedicteerd heeft, het Onze Vader, daarin zegt hij dat je moet vergeven zoals jij wil dat God jou vergeeft. De mate waarin jij een ander vergeeft, dat is de mate die jij mag verwachten dat God jou vergeeft. En hoe goed ben je zelf, snap je? Dus je kan zeggen van, nou, ik heb iemand en nou, die heeft dingen gedaan, jongen. En nou, ik zou dat nooit zo gedaan hebben. Nou, en dan kan je zeggen dat je zo iemand dus niet vergeeft, want iets dergelijks heb jij nooit gedaan. Dus God hoeft iets dergelijks jou ook niet te vergeven. Maar wat nou als jij je vergist? Wat nou als jij toch wat hebt uitgevroten in de ogen van God, wat net zo net zo erg was? En jij bent je daar niet bewust van. En jij hebt dus ook nooit berouw getoond en je hebt ook nooit je gedrag veranderd. Je bent het altijd maar de hele tijd blijven doen. Ja. Dus vergeving is bij Christus heel belangrijk. En dat creëert de eenheid. En dan wel Christus. En niet die flapdrol met die in die jurk met het keppeltje op zijn kop. Die beweert dat hij de plaatsvervanger van Christus is. Van onze Heer. En in de Tweede Wereldoorlog, waarvan je rustig kan stellen dat de paus de hele toestand van A tot en met Z in scène heeft gezet. Daar zit ook nog een fraai detail in van wat zich heeft afgespeeld in Kroatië. Waarbij 700.000 Serviërs en Joodse mensen en Sinti en Roma, en die hebben daar de dood gevonden. En die zijn niet met een spuitje morfine geuthaniseerd. Nee, dat ging zover als levend begraven. En meer van dat soort leuke dingen. Dat was de paus. In de jaren van 1941 tot en met 1944. Dat was zijn organisatie. En die hoofdbobo daar, die namens de paus die genocide aan het verrichten was, die is nog heilig verklaard ook. Ja, niet gelijk natuurlijk, want dat had een hoop ellende opgeleverd. Maar ergens in 1998 of zo. Pin me er niet op vast. Maar excuses van de paus voor die genocide? Nee joh, echt niet. Dus berouw van die kant? Nee. Nee, dat kan je lekker vergeten. En moeten wij de paus vergeven? Ja, zeker. En katholieke mensen, die zijn... Ja, oké. Een deel is op de hoogte. En die moeten wij vergeven. En een deel is... Het overgrote deel is niet op de hoogte. En die moeten wij vergeven. Punt. Wij mogen kennis nemen van wat die organisatie heeft uitgevroten. Natuurlijk. Wij hoeven dat niet onder het tafelkleed, onder het vloerkleed te schuiven. Waarom? Ze hebben het toch gedaan. Ze hebben 700.000 mensen, Serviërs, Joodse mensen, of Joden. Serviërs, Joden en Sinti en Roma afgeslacht. Waarbij menig varken hier in Nederland humaner is afgeslacht, dan de gemiddelde Serviër, Jood of Sinti of Roma. Dat ik het even weet. Nou, voorts heeft de paus ook gezeten achter die oorlog in Vietnam. Van die Amerikanen daar. Die oorlog in Vietnam die is begonnen in 1955. Zo echt, bij ons werd het dus bekend ergens eind jaren 60, hè? Begin jaren 70. Toen werd het ons duidelijk dat er iets aan de hand was in die regio. Maar het was in 1955 al aan het rommelen. In die regio vanuit Amerika. En wie zat erachter? Ja, een kardinaal. Een kardinaal Spelman zat erachter. En in Amerika wist men dat. En daar werd ook heel meesmuilend over gedaan. Want wat is de katholieke kerk nou weer aan het doen? En die mensen hadden toen in de jaren 50 nog niet in de gaten hoe dat zich zou gaan ontwikkelen. Die katholieke kerk is ook niet gek. Toen ze ook in de gaten kregen dat er oppositie kwam en zo. Dat ze een beetje kalmer aan gingen doen. Van onze tijd komt nog wel. We hebben geen haast. Dus één ding is wat de katholieke kerk absoluut niet heeft, is dat haast. Want ze winnen toch, als ze maar langzaam opereren. Dat niemand het in de gaten heeft. En ze opereren van alle kanten. Dus aan de ene kant heb je op het politieke toneel dat ze oorlogen veroorzaken. En in de financiële wereld spelen ze met geld. Want al het geld op deze wereld, dat wordt bestuurd door de paus. Ja. Voor jou ook weer een nieuwtje, denk ik. Oh, ik dacht dat het de Joden waren. Ik dacht de Joden. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, dan denk jij, mensen die zeggen dat de Joden de baas zijn van het geld. Dat is ook weer eens educatie. Hè. Die denken zo, dan roepen ze gelijk Rothschild. En Rothschild, die familie, die zijn stinkend rijk. Dat zijn bankiers, dat klopt allemaal wel. Maar... die zijn bankiers bij de gratie van de paus. Zij zijn de schatbewaarders van de paus. En toen ze dat nog niet waren, die familie, heette die familie gewoonweg Bauer. van Bob de Bouwer. En toen ze dat predicaat kregen van schatbewaarder van de paus, toen hebben ze zichzelf een mooie naam aangemeten, te weten Rothschild. Maar voor die tijd heten ze gewoon Bouwer. Dus de familie Rothschild, die werkt in opdracht van de paus. Ja, heb weer wat geleerd. Nee, dat bevalt me eigenlijk wel goed. Dus 14 mei 2020, dan, ik zal tot aan die tijd iedere keer weer een stukje educatie geven. Oh, ik ben er al bijna doorheen hoor, denk ik zo'n beetje. Want als je dit al weet, nou, dan kan je wel nagaan dat ook de Eerste Wereldoorlog wel van de paus zal zijn. En het is ook zo. Nog een andere, de Illuminati, hebben mensen het ook over, hè? Ja, de Beierse Illuminati is gesticht door Adam Weishaupt. En het is een uitzettende geheime organisatietoestand, hè? Dat zijn de vrijmetselaars. Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar die stichter van de Beierse Illuminati, waar kwam die vandaan? Die gaf les namelijk aan de Universiteit van Ingolstadt. En Ingolstadt, dat ligt midden in het zuiden van Duitsland. Het is een Jezuïeten-universiteit. En denk jij dat jij zomaar professor mag worden in het kanonieke recht aan de Jezuïeten-universiteit? Als jij zelf niet Jezuïet bent? Hoe kom je erbij? Dus zo'n erebaan is alleen voor een tophond. En niet voor Joris Flapdrol. Nee, natuurlijk niet. En wat heeft Adam Weishaupt met zijn Illuminati, de Beierse Illuminati, gedaan? Die hebben de Franse aristocratie even gechop-chopt. Tja. En Frankrijk was in die dagen een lappendeken van allemaal hertogdommetjes, graafschapjes en noem het maar op. Overal zat wel een rijke familie met het meeste grond en daaromheen een hele hoop boeren en handwerklieden en ambachtslieden en die vonden het wel best. Dat er één iemand, die had dan het grootste huis en die hield dan de boel in de gaten en die had ook wat soldaten en ja, die sprak recht en had je een soort van politie. Iedereen vond het wel best. Ja, dat is helemaal gechop-chopt. Om plaats te maken voor een groot, universeel systeem. Onder Napoleon. Ja, dat is de educatie die erbij hoort. En als wij dat allemaal beseffen, dan zal dat ons verenigen. Want dan hebben wij een gemeenschappelijke vijand. En een volgende ding wat de paus aanpakt, dat is het verlagen van onze seksuele moraal. Want het is een wetmatigheid dat de seksuele moraal in omgekeerde vorm gelijke tred houdt met economische welvaart. Moet je even nagaan. Hoe hoger de economische... dat zeg ik fout. De seksuele moraal, de hoogte daarvan, houdt gelijke tred met de hoogte van de economische welvaart. Dus als de economische welvaart stijgt, dan stijgt de seksuele moraal ook. En als de economische welvaart daalt, dan daalt de seksuele moraal. En het dalen van de seksuele moraal laat de economie in elkaar plompen. Net als dat het stijgen van de seksuele moraal zorgt voor een betere economie. En dan kan jij op je kop gaan krabben hoe dat komt, maar het is bewezen. Een van die jokers van de familie Huxley... Die familie die elders Huxley heeft voortgebracht. De auteur van het boek Brave New World. Maar dat was niet de enige beroemde Huxley. Die had nog een neef of een broer. Of een halfbroer, ik weet het niet. Hij heet Julian, volgens mij. Julian Huxley. Die heeft dat uitgeknabbeld. Als je de seksuele moraal in een regio omlaag brengt, dan begint die economie af te kalven. Dan daalt het bruto product. Of het nationale product. Of zo. Dan is het niet meer zo efficiënt wat men doet. Ja, daar zijn nog van te kijken. Maar dit gaat ook om educatie. Hè? Zoals de paus dat wil, dat iedereen educatie krijgt, want dat zal ons verenigen. Ja. Dus hou jij van een goed draaiende economie, ja, stop je lul niet in de buurvrouw. Om het maar even op z'n Haags te zeggen. Hou je aan de 10 geboden. En wat de paus ook helemaal niet leuk vindt, dat is het gezin. Dat mama thuis is en papa doet allemaal gevaarlijke dingen op de bouwsteiger, daar houdt de paus niet van. En die balans tussen man en vrouw, dat is op zich al moeilijk genoeg zonder dat iemand dat verstoort. Maar de paus die vindt het leuk om dat te verstoren. Ja, dat doet hij. Zal hij niet openlijk toegeven, maar dat doet hij wel. Waarom denk je dat de paus een issue maakt van het trouwen van 2 mensen van hetzelfde geslacht? Dat is om zijn minachting te laten blijken voor het huwelijk. Want je kan net zo goed als 2 mannen met elkaar trouwen. Dat heeft net zoveel waarde. Terwijl dat helemaal niet waar is. Een man en vrouw die trouwen, die worden 1 vlees. Namelijk. Of als ze 1 vlees geworden zijn, dan zijn ze getrouwd, dat kun je ook zeggen. Je kan ook zeggen, volgens de Bijbel kan je geen seks hebben voor het huwelijk, omdat als je seks hebt, dan ben je getrouwd, per definitie. Dat is de huwelijksdaad. Dan noem je iemand bekennen. En als je iemand bekent, dan ben je daarmee 1 vlees. Dus ben je getrouwd. Ja, zo staat het in de Bijbel. In feite kan je zeggen dat als 2 mensen al seks hebben gehad, dat het heel gek is om daarna pas te gaan trouwen. Want je bent toch al getrouwd. Ja, dat is de waarde van het huwelijk. En dat huwelijk heeft vooral zoveel waarde omdat 2 mensen dan elkaar trouw beloven tot in de dood. En dat de kinderen die er mogelijk van komen, dat die dan ook verzekerd zijn van een stabiele basis waar ze op terug kunnen vallen in het geval dat, ja, puntje, puntje, puntje. En niet dat papa zit weg te kwijnen in een of andere miserig flatje in Heerhugowaard en mama die woont ergens in Breda. Dat is niet de bedoeling. Dat is slecht voor de kinderen. Dat je het even weet. En de paus heeft daar maling aan. Die zal je er niet over horen. Alleen al in Amerika worden 5000 zwangerschappen per dag beëindigd. Dat zijn 5000 levende mensen die zonder dat ze ook maar iemand wat hebben aangedaan, dan worden ze gedood. Nou, als je een mens doodt die niemand wat heeft aangedaan, dan heet dat moord. Dus per dag worden in Amerika 5000 mensen vermoord. Dat weet de paus. Hoor jij hem daarover? Nee, ik niet. Nee, dat komt omdat de paus, die vindt het wel best. Die achter de schermen, stimuleert hij dat. Tuurlijk. Want de paus is de antichrist. En om een cirkeltje rond te maken, kan ik je adviseren om te kijken naar de filmpjes die... Weet die man nou? Die staat volgens mij in de descriptiebox, hoor, hier onder deze video. Even scrollen, hoor. Ja, hij staat er. Er staat bij de categorie overig. Is het linkje nummer 1, 2, 3, 4, 5. En dat heb ik genoemd Jean Heros over de occulte lui. Er staat 1 linkje, maar die man heeft een hele stapel filmpjes. Die legt dat heel goed uit. Dat de katholieke kerk een soort verzamelplaats is voor alle tweede en derde en vierde geborenen van de aristocratische jongens. Want alleen de eerstgeborene, die krijgt het volledige kapitaal van paps of mams. En de tweede en derde en vierde geborenen, ja, die moeten het zelf maar weten. En die krijgen mooie baantjes binnen de katholieke kerk. Want jij wordt niet zomaar kardinaal of bisschop. Als je je netjes gedraagt, mag je priester worden. Maar wil jij kardinaal worden, en dat betekent dat je mee mag stemmen over wie er paus gaat worden, dat word je toch echt niet zomaar, hoor. Dan moet je wel familiepapieren hebben. En ze moeten zeker kunnen zijn van hun zaak. Zo zit het in elkaar. Ja, en dan heb ik jullie weer een beetje educatie gegeven. Ter voorbereiding van 14 mei 2020. En de laatste, en dan ga ik afronden, hoor, die ik even zal verklappen, is het begrip socialisme. Dat komt ook van de paus. Daar zal ik een volgende keer meer over gaan vertellen. Dat gaat over de religiones, de reductions van Paraguay, opgericht door de Jezuïetenorde. Dat was socialisme versie 1.0. Dat was dus lang voor Marx. Dan heb je het in de 16e eeuw, hè? Marx is 19e eeuw. Dus dat is 3 eeuwen voor Marx. Ongeveer. Toen had je al socialisme. Heel opmerkelijk. En daar zaten de Jezuïeten achter. Ja, dus ik wil een ontzettend goede tip van de paus. Educatie. En, ik neem mij voor om tot aan 14 mei 2020 en op 14 mei 2020 en na 14 mei 2020 jullie verder les te geven en jullie kinderen natuurlijk in de grote vraag die Wim T. Schippers als dichter zich heeft gesteld toen hij opschreef: waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Ja, serieus. Dat is van Wim T. Schippers. En het eerste couplet, dat begint dan met: waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een maf kasteel van de antichrist. Jazeker. Hé, maar alle gekheid op een stokje. We hebben nog wel even de tijd voordat we met z'n allen uitgeroeid zijn door de paus. En dat gaat hij trouwens niet doen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je moet het niet te bond maken met je christelijke overtuiging. Maar als je voor de rest maar een beetje je belasting betaalt en je respecteert de zondag, zal ik het ook nog een keer over gaan hebben. Goh, wat heb ik er een hoop te educeren, zeg. Over de zondagswetgeving. En ik heb het nog niet zozeer gehad over de connectie tussen Rome en Babylon. Nou, die zijn daar ook pikante verhalen over, hè? Wauw. Maar dat komt allemaal nog. Jullie hebben al zoveel te verwerken gehad. En dan zeg ik nu op zijn hamburgers tegen jullie: tjus. En dag leerlingen.